Groente Speciaalzaak van der Laan introduceerde een nieuw schap vol met zelfverwerkte en verpakte producten. Je hoeft er niets meer aan te doen en kan de producten onderweg verorberen. Nou, ten eerste is het leuk aanzicht. Het is dus een eye-catcher. Dat is vooral voor de mensen die binnenkomen. En ten tweede, het is overzichtelijk. Je begint met salades en dan komt de maaltijd salades. Mensen willen gezond eten en gaat steeds verder eigenlijk. Het team bij Van der Laan gaat ver in het verwerken van de producten. Zover dat het schap bijna supermarktachtig aandoet. Waar zit nog het onderscheid? Nou, de versheid vooral. Bij een supermarkt is het natuurlijk de lange onderweg, de spulletjes. Het wordt niet zelf gemaakt. En er zitten heel veel e-producten bij, zelfs bij de ananassen en zo. Als je maar onder in de beker kijkt van de ananas die zogenaamd vers gesneden is, dan zie je al de producten en de suikers die erin zitten. Dat is bij ons niet het geval, wij snijden alles vers. En ik zei net toen ik hier binnenkwam, het lijkt wel een versmarkt. Wat een breed assortiment. Maar toen zei u, ja, maar we blijven wel bij de kern. We blijven bij de kern, omdat we een groentewinkel zijn en daar ligt ons passie. Met het eten en zo. En daar willen we eigenlijk niet van afwijken. Kijk, we zijn ook een vershof. Hiernaast zit een slager, een bakker. En het is, met z'n drieën vormen we gewoon een eenheid ook. Ja. U zegt, bij groente en fruit ligt echt onze passie. Waar komt die passie vandaan? Ja, ik zit mijn hele leven al in de groente en fruit. Het is eigenlijk vader op zoon. Ik kom oorspronkelijk van de markt af. Dan konden we ons ei niet kwijt, zeg maar. Ja, dan hebben we een winkel gekocht en we zijn dan steeds verder uitgebreid. We begonnen ook bij de basis eigenlijk. En dan zie je steeds meer, ja, je hebt steeds meer inspiratie en dat ga je uitwerken. Ook met andere collega's.